Goedemorgen. Nou, wij zijn wakker. Het is 10 uur. Wij gaan eerst even douchen. 10 uur is toch, of niet? Ja. Wij zijn alles aan het klaarmaken. Ik heb muntjes. Ik kan met 50 cent. Heb je al een washandje voor mij? 7 minuten douchen. Ik heb een washand voor jou. Het is nu even droog, dus wij gaan die kant op. En we gaan even samen. Ja. Moeten wij een paraplu meenemen? Nee. Geen paraplu. Oké. Dan gaan we rennen als het terugweg nat is. Ja. Maar we hebben nu alles, toch? Denk het. Washandje, handdoek, 2 keer. Ja. Check, check, double check. Check. Oké. Nou. Let's go. Met 2 slaperige hoofden op weg naar het sanitair gebouw. Iedereen heeft de koffie al op. Ja. De ochtend is bijna voorbij. Maar mevrouw Ras en mevrouw Schenk gaan nog eventjes douchen. Komen in actie. En moeten nog ontbijten. Nou ja, alle tijd. Het is vakantie. En we zaten nog eventjes te twijfelen tussen vanochtend douchen en vanavond douchen. En dat had eigenlijk een beetje te maken met dat het regende, maar nu stopt het. Dus toen dachten we, nou, dan gaan we nu, want je moet een stukje lopen naar het sanitair gebouw. Ja, hoe lang? Hoe ver zou het zijn? Hoeveel meter? Heb je geteld? 500. Heb je geteld? Nee, 500. Nee, geen idee. Ik denk dat het, nou ja, in ieder geval nog geen 5 minuutjes lopen. Dat is het zeker niet. Maar ja, als het dan regent, dan is het wel een eindje. Nou, dan hoop ik ook dat wij aan 3 muntjes genoeg hebben. Want je kunt 7 minuten douchen op 1,50 eurocent muntje. Ik ben net naar de kapper geweest, dus het moet lukken deze keer. Mijn haar is lekker kort. Dus dat komt hopelijk wel goed. Of is hij bezet? Oh, er is 1 douche. Dat is deze. Die is bezet. Dan gaan wij aan de man. Je hebt ook nog een herenkant. Heren. Oh, er is ook 1 douche. Eén toiletje en 1 douche. En dat is aan de andere kant net zo, maar dat is dan de vrouwenkant. Wij staan nu op de herenkant. Nou, ga jij maar eerst, toch? Ja. Nou, ik ben lekker gedoucht. Ali is nu aan het douchen. We zijn na elkaar gegaan. En ik ga even een bed opruimen en dan ga ik een ontbijtje maken. Het is hier best wel een beetje een zootje. Dan kan zij er zo meteen aankleden. Nou, Ali doet even de gastank open en dan ga ik lekker even een eitje kopen en een kopje thee zetten. Een lekker ontbijtje. Een beetje honing erop. Zo. Ik was gewoon voor de 7 minuten klaar met douchen. Maar jullie kunnen het misschien wel zien. Mijn haar was natuurlijk best wel lang. Ook in Kroatië had ik heel lang haar. Dus ik was heel lang bezig met douchen. Maar het is nu lekker kort en dat scheelt echt enorm. Gewoon zo lekker dat je gewoon in 5 minuten kunt douchen. Kort kapseltje. Ziet er misschien niet uit zo, maar weet je, ik heb het toch altijd in de staart. Dus ja, dan kan het maar net zo goed gewoon lekker kort zijn, toch? Zit jij al lekker te smikkelen van je ontbijtje? Het is koud. Koud? Oh. Die koek is dat te koud, denk ik. Het is nu natuurlijk ook gewoon een beetje guur weer. Waardoor het ook gewoon ja, koud aandoet. Het regent gewoon af en toe. Het is gewoon echt... Herfst. Herfst, ja. Het is echt herfst. Maar wel gezellig dit, toch? Ja. Wij hebben vannacht trouwens ook burlende herten gehoord. Ik werd er nu wakker van, Nelly niet. Normaal gesproken wordt Nelly er wakker van. Maar ze stonden nu echt heel dichtbij. Volgens mij stonden ze gewoon hier naast de caravan.
Ja, was zo mooi om te horen. Maar je hoort het hier naast de caravan, maar ook daar verderop en daar rechts. Dus volgens mij gaan ze echt tegen elkaar op natuurlijk. Maar ik laat het jullie nu even horen. Komt-ie. Volgens mij past dit nooit in die Omnia. We dus hebben lekkere kaneelbroodjes gekocht gisteren. Snijden. Kijk eventjes. En die gaan we bakken in de Omnia oven. Maar ze zijn best wel groot. Dus waarschijnlijk moeten ze even door de helft, ja. Want anders dan passen ze er niet in. Wow, deze is nog groter die eronder ligt. Hoe lang moet het erin? Hoe lang is een Chinees? Ik weet het echt niet. Gevoel. Alles op gevoel. Huppatee. Volgens mij moet er nog iets onder, Nel. Wat moet er onder? Nou? Onder de Omnia. De plateautje. Oh. Oh, ja. Oh. Het ruikt hier zo lekker naar kaneelbroodjes. Oh, echt wel. Het is echt weer ook voor kaneelbroodjes. Nou, serieus. Gezellig dit. Hè? Wat ben jij nou? Wat vond jij van het burrelen vannacht? Dichtbij, hard. Ja, heel apart. Want volgens mij was het maar één hert hoor. Ja, maar ik vertelde ook net aan de kijkers. Hier naast onze caravan, hier aan de zijkant, daar stond een hert. Dat was gewoon... Ik had echt het idee dat hij gewoon hier met zijn bek in de ruit stond te burrelen. Zo dichtbij was dat. En... Maar daar verderop, hier recht voor ons, daar schuin, daar kwam het ook vandaan. Dus waarschijnlijk stonden er gewoon een paar herten op het veld verspreid. En die gingen tegen elkaar opbeurlen. Maar op een gegeven moment hoorden we ook een soort van tik, tik, tik. Ja, alsof er gevochten werd. Ja, en wij denken zomaar dat dat geweien waren die tegen elkaar aantikten. Tik, tik, ja. Dat hoorde je. Dus ja. Waarschijnlijk stonden ze ook gewoon hier met elkaar te vechten. Maar wat zo jammer is, ja, je ziet natuurlijk niks. Op een gegeven moment dacht Nelly dat er drie herten daar stonden. Ja. Maar dat zijn dus drie bomen. Waren kwamen vanmorgen nog te wachten. Maar ze stonden echt, echt heel bij. Dichtbij. Heel dichtbij. En dat is natuurlijk wel bijzonder, dat je zo dicht in de natuur staat. Hoe zeg je dat? Dicht bij de natuur staat nu. Dat je gewoon dat allemaal meekrijgt. En dat terwijl er gisteravond ook nog wel een wolf is gespot. Want vanochtend stond ik met iemand te praten bij het toiletgebouw. Want ik moest eventjes wachten op Nelly. Want de andere douche was ook bezet. Dus ik raakte aan de praat met iemand. En die zei ook van, heb je de wolf gezien? Dus ik zei, ja, nee, niet in het echt. Wel op een filmpje. Maar die zei dus ook dat hij hier op het veld liep. Ja, ik dacht gisteravond eigenlijk van, ja, als die er nu weer loopt, dan zien we weer of horen we weer geen burrelende herten. Maar dus wel heel goed deze keer. En de meeste mensen zijn gisteren ook vertrokken. Dus ze staan hier nu ook best wel rustig. Want wij zijn eigenlijk de enige nog in deze rij met nog een busje die hier staan. Dus ik denk dat dat ook wel misschien wel een heel klein beetje meespeelt. Dat het gewoon iets rustiger is. Waardoor die herten ook wat meer het bos uitkomen. Ja, ik weet niet. Ik heb al zoveel theorieën erop losgelaten nu. Allemaal boerenverstand.
Kijk mensen. Lekker. Zijn ze gelukt? Lekkere kaneelbroodjes. Ja, ze zijn lekker. Oké, okay. Op gevoel. Ja? Hoe lang heb je ze nu in gedaan? Weet ik niet. De kijkers hebben hier ook gewoon helemaal niks aan. Sorry. Zo niet informatief dit. Ja, ik kan ook niet bij. Op gevoel. Alles op gevoel. Ja, op gevoel met de Omnia. Dus mensen, sorry dat wij nooit de tijd erbij kunnen zeggen. Want we zetten ook geen timer of zo. Het is gewoon echt puur ja, proberen en hopen dat het goed gaat. Weer goed. Ja. Er zijn ook mensen die kunnen er totaal niet meer over weg. Nee, ja. wij kennen iemand van YouTube. Die heeft hem weggedaan. Ja. Dat is Engel. Die kon er echt niet mee overweg. Die heeft nu een airfryer volgens mij. Ja. En kan je die vaak gebruiken? Volgens mij wel, ja. Hij heeft wel eens een video geüpload waarin hij de airfryer ook test. Hmm. Ja, zo heeft iedereen zijn eigen ding natuurlijk. Maar hij is ook volgens mij best wel krokant, of niet? Mm-hmm. Lekker. Afwassen. Voor het eerst zat ik eigenlijk hier in deze fontein. Fontein? In deze fontein gaan afwassen. Fonteintje, hoe noem je dit? Gootsteen. Gootsteen. Ga afwassen. Ik heb eventjes water gekookt in de waterkoker. Dus het water is lekker heet. En een kind kan de was doen. Wat zit jij nou te lachen? Ik vind het gezellig dit. Ik wil wel een boilertje. Ja, dat zou ik ook wel willen, ja. Maar ja, misschien kunnen we dat vragen aan de klerk. Oh ja. Maar ja, weet je, er komt steeds meer bij. Wij hebben een afspraak gemaakt voor de sierstrip om die te repareren. Ja. Ondertussen komt er steeds meer bij. Ja. Extra stopcontacten. Nee, dat hadden we ook gevraagd. Oh, dat hadden we al wel gevraagd? Oké. Okay. Ja. Dat hebben we gevraagd. Maar boilertje hebben we niet gevraagd. Misschien zegt die man, ik heb een boilertje staan. Hier, nou, doe hem erin. Ja, maar ik denk niet dat wij een boilertje kunnen. Want wij hebben een boilertje moet onder je aanrecht. En wij hebben natuurlijk al een watertank. Ja, dat past niet. Past niet. Wij gaan naar Warnsveld. Wij zitten in de auto en het is een half uurtje rijden vanaf de camping. We gaan even naar Hema. Moeten we eventjes waslijnen kopen. Nee, geen waslijntjes. Wasrekjes. Wasrek kopen. Hema in Warnsveld heeft dat dus. Ik had even de winkelvoorraad bekeken op internet. En dat gaan wij doen. Het is echt herfst. Nat. Ja, het is regen. Maar ja, nou, wij laten ons niet tegenhouden door een beetje nattigheid. Nee. Thuis is alles weer droog. Inderdaad. En het is ook gewoon wel even lekker dat we nu in de auto zitten, toch? En gewoon even lekker toeren. En misschien gaan we zo nog wel eventjes wat meer winkels bekijken, bezoeken. Gewoon ook een beetje om de dag in te vullen. Want normaal gesproken dan ga je naar buiten toe, dan ga je wandelen of nou ja. Het. Maar dat is dus nu niet. Er is echt geen weer voor. Het is echt van dat miser regen. Ja. Maar we zijn nog nooit in Warnsveld geweest, tenminste. Nee. Ik ben er nog nooit geweest. Nee, ik ook niet. Dus we gaan het zien. We hebben onze wasrekken binnen. Dus als we thuis zijn, kunnen we lekker gaan wassen. Hier liggen ze. Twee stuks. En wij gaan nu naar de IKEA. Geen idee wat we te gaan doen. Gewoon even struinen. We hebben helemaal niks nodig, toch wel? Nee, je moet toch wat, hè? Het is nog steeds regenachtig. En dit is gewoon je tijd doorbrengen in winkels. Ja.
Nou, wij zijn weer op de camping en wij hadden de potty in de auto gelegd en die is Ali nu eventjes aan het legen. Ze gaat denk ik even haar handen wassen. Het is echt modderig hier ook. Het regent nu al zo lang. En volgens mij gaat het morgen ook nog de hele dag regenen. Maar morgen brengen wij de caravan weg. En dan hoop ik dat we een beetje op tijd thuis zijn. Want er komen vrienden eten. Dan moet ik ook nog verzinnen wat we gaan eten. Daar ben ik helemaal niet goed in. En het zijn vrienden van de testtour. Die komen een dagje naar Urk. Of die mensen die gaan logeren in een bed and breakfast op Urk. En dan komen ze bij ons en dan laten wij ze Urk eventjes zien. En gaan wij lekker eten bij ons. Nou ja, dat. Dus ik hoop dat wij op tijd terug zijn. Dat we niet heel lang in de file of zo hoeven staan. Koffie! Wij zijn weer lekker in de caravan. Lekker gezellig. Lekker gezellig met de regen op de ramen. We komen er wel net achter dat er steeds een soort lekkage hier ergens uit de klink komt. Er komen steeds druppels uit. Nou ja, morgen gaat hij toch naar meneer Jeroen. De klerk. De klerk. En dan gaan we dat gelijk even melden. Op zich hoeven wij die caravan niet acuut terug. Daar is de buurman. Nou, en hier staan nog wat mensen. Niet heel veel. Nee, maar er is vandaag wel een caravan bijgekomen. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Want met dit weer vooral niet. Nou, wij gaan op koffievisite bij Anne. Anne, die kwam net langs in haar golfkarretje en toen zegt ze, hebben jullie zin in koffie? Nou, altijd lekker. Zin in koffie. Ja, dus wij gaan die kant op. Dus wij gaan die kant op inderdaad. Ik denk dat we met de auto gaan, want ik heb gisteren een blaar op mijn hak gelopen. En wij hebben hier geen pleister, dus ik ga eventjes aan Anne vragen of die ook een pleistertje voor mij heeft. Misschien is Ilona er ook wel, dat zou wel gezellig zijn. En misschien niet. We zien het wel. Nou, even een bakje leuten. Even leuten. Wij zijn bij Cafetari Engelbert in Loenen en wij gaan een lekker portie friet kopen. En wij zijn net op de koffie geweest bij Anne en Wim. Anne is een nicht van Ilona, toch? Ja. Zeg ik het nu goed? Ik kan het gewoon niet meer onthouden. Nou ja, het is familie van Ilona. Ilona is de eigenaresse van de camping. En wij zaten in de caravan. Nou ja, dat hebben jullie gezien. En toen kwam Anne even langs in de golfkar. En die nodigde ons uit voor de koffie. Dus dat hebben we net gedaan. Die wonen trouwens ook heel mooi. Want die hebben gewoon uitzicht over het natuurgebied. En dat we daar zaten, zagen we een zwijn rennen met een heel klein zwijntje erachteraan. Dus dat was wel leuk. Mensen die zijn zo gastvrij dat het gewoon, ja, het voelt gewoon als thuis of zo. Ik weet niet. Het was gewoon gezellig. En ja, ik weet gewoon ook zeker dat wij nog een keer terug gaan komen. Nog een paar keer terug. Dus mensen, jullie gaan deze camping vaker voorbij zien komen. Misschien niet zo leuk voor jullie. Of in ieder geval, dan kennen jullie natuurlijk de camping. Dus kunnen we niet iets nieuws laten zien. Maar ja, soms heb je gewoon plekjes die, ja, die je hart gestolen hebben. En dat is bij ons nu het geval met deze camping. Dus ja, dit was wel een leuke afsluiting. Want morgen gaan wij natuurlijk naar huis toe.
Dus dit is de laatste avond dat we daar staan. En was ook gewoon even, ja, doeg zeggen nu. Dus het was leuk. Het was mega leuk. Ja. Nee, echt. Ja. Nou ja, onze friet wordt klaargemaakt. Ja, daar heb ik zin in. Ik ook. We hadden nog geen friet gehad. Wel een kroketje. Eergisteren, maar geen friet. Ja, er moet gewoon friet komen elke week. Toch? We moeten gewoon friet hebben elke week. Ja. Pannenkoeken! Kijk! Ik krijg de dochter niet af. Supervers! Ik krijg de dochter niet af. Jij moet nog een beetje op krachten komen. Meer melk. Meer melk. Meer melk. Nou, wij liggen in bed. En het regent nog steeds. En ik ben er nu echt helemaal klaar mee. Nog steeds. Het is nog niet gestopt. Ja, dan regent het toch nog steeds. Ja, dat is waar. Nou. Wat zit daar voor een bobbel? Ik wist ook niet dat er zoveel regen uit de lucht kon vallen. Nee, we wisten niet dat... Nee, het is vreselijk. Volgens mij hebben we dit ook nog nooit gehad, wel? Nee, zo'n weekend hebben we nog nooit gehad. We hebben om precies te zijn 1 dag mooi weer gehad. Ja. De rest was regen. Regen. Ja, en dan duurt het wel lang. Of tenminste, ja, ik ben er nu wel klaar mee. Het is dat wij de caravan weg moeten brengen. Anders waren we denk ik al naar huis gegaan. Dan is het echt al klein. En Ja. Ja, aan de andere kant hebben we ons ook wel weer vermaakt. Ja, dat wel. Toch? Ja. Ja, ik bedoel, als je thuis bent, heb je gewoon iets meer ruimte. Maar dan zit je ook maar thuis. Dan zit je ook, ja, dan zit je ook thuis, want dan ga je ook niet naar buiten. Dus ja. En nu heb je ook nog een beetje uitzicht op de natuur. Dat is waar. We gaan lekker slapen. Wat? We gaan lekker slapen. En moet je nog maar afwachten of jij lekker gaat slapen. Ja. Nou. Ik hoop niet dat je mij weer gaat wekken. Hoezo? Met burlen en nou ja. Ik kan het niet zo goed 's nachts. Ik ben niet wat, zo... burlen? Ik ben niet zo'n gezellig persoon ook in de nacht. Sorry, nee, dat is echt... Dat is waar. Laat mij gewoon liggen en mij niet bellen. Ik moest s'nachts ook niks gaan markeren, want... Ali is een keer ziek geworden in de nacht. Dat kan ik gewoon niet handelen. Maar... jij was een heel misselijk of zoiets. Wat was dat toen? Misselijk, toen dacht ik echt van nou... Kreeg ik ook nog op mijn kop. Oh, ja. Ja, ik ben... En dan weet ik dan, 's morgens weet ik ook dat ik geen leuk persoon ben geweest. Hallo? Ik hoop nu echt iemand dat het denken. Morgen gewoon droog is en windstil. Ja. Wij moeten best wel een eindje rijden naar Hillegom. Hillegom. Klerkcaravanen. Ja. Nou, oké. We gaan slapen. See you later. Welterusten. Doei. Goedemorgen. Wij zijn wakker. Het is 7:00. Vreselijk vroeg. Het is gelukkig droog. Dus we gaan nu even onze kans grijpen om alles even droog de auto in te laden. Ja. Ik ben wel blij dat het even droog is nu. En dan ga ik er ook bandje bij halen. Want dat gaf hij niet aan het buienradar. Nee. Het zou keihard blijven regenen. Het zou eigenlijk keihard regenen nu op dit moment. Dus het is helemaal top. Nou, ik doe niks. Ja, maar je kan ook even... Ik zit achter de tafel gevangen. Ga zo een ontbijtje maken. Dat zou ik ook zeggen. Nou, wij schieten lekker op. Ik ga even mijn tanden poetsen. Even hier bij het fonteintje. En Ali staat daar al.
En dan kunnen wij denk ik zo vertrekken. Ik heb geen idee hoe laat het is, maar volgens mij nog hartstikke vroeg. Maar dat is wel mooi. Want het is 2 uur rijden vanaf hier. Nou, het is koffietijd. Ali is eventjes bij de benzinestation een kopje koffie aan het halen. Ik ben even aan het wachten in de auto. En ik heb een krentenbol. Eigenlijk zit het al een beetje vol. Ik ben een beetje moe. We hebben dus krentenbolletjes en nou, die gaan we denk ik lekker even bij de koffie eten. Ik heb net even een lekkere cappuccino gekocht. Wij moeten nog een uurtje rijden en dan komen wij bij de Klerk aan. Maar ik had echt zin in een bakje koffie. Het is nu 10:30. Koffietijd, toch? Ja. En ik ben gelijk even naar het toilet geweest daar. Ik dacht al, wat duurt dit ontzettend lang. Ja, ik kon niet langer meer ophouden. Nou, hebben we ook nog krentenkoek. Yes. Een krentenbol. Lekker. Wil je er ook nog kaas op? Nee. Wow, wat zijn die groot. Doe maar een halve. Ja, ik doe ook een halve. Nou, we zijn er. De Klerk Campers en Caravans. Eindelijk. Wat een bloedreis. Nou. Oké. Waar gaan wij staan? Parkeren bezoekers. Geen rechtdoor, idee. Denk ik. Geen idee. Ik zet hem hier wel even neer. Ja, doe maar. We gaan nog eventjes de laatste spulletjes uit de caravan pakken en dan... En jongen, dan word je gerepareerd. Nou, eindelijk. Dan worden eindelijk deze sierstrips, of sierstrip, kijk. Dit wordt eindelijk gerepareerd, mensen, want het is al zo lang kapot. En we krijgen extra stopcontacten. Dus dit gaat helemaal goed komen, joh. Daar wordt een caravan schoongemaakt. Ik ben zo benieuwd hoe het hier gaat met klantvriendelijkheid. En nou ja, gewoon dat we nu een keer eindelijk goed geholpen worden. Want we hebben best wel nare ervaringen nu met onderhoud. Ja, maar dat zijn niet alleen wij, hè? Nee. Nou ja, dan hoop ik dat het nu gewoon hier een keer goed gaat gebeuren. En dat je kunt zeggen na afloop... We rijden er een stukje voor. We rijden er dan wel een stukje voor, inderdaad, maar... Dan heb je wel wat. Nou. Ja? Oh, poppetje is eraf gevallen. Ja, je poppetje. Nou, je poppetje blijft leven liggen. Nou, dan gaan we eventjes naar de servicebalie. Ja? Oké, bedankt. Sticker zit erop. En hij staat geparkeerd. Klaar voor reparatie. Yeah. Nou jongen, hou je taai. Doeg. Nou, ons eitje hebben we achtergelaten bij de Klerk Caravans. En we zijn super leuk geholpen. Ja. Hele lieve medewerkers. Wij zijn helemaal om voor dit bedrijf. Hij is nog niet eens gerapporteerd. Hij is nog niet eens gerapporteerd. Hij is nog niet eens gerepareerd. En we zijn nu al om. Ja, maar ja, even serieus. Tot nu toe is het gewoon... Ja, we zijn heel netjes geholpen. Ja, en... het is echt zo'n werkbedrijf, weet je wel. Wij brengen onze auto ook altijd naar een garage. Daar komen hele vieze mannetjes uit. En dan denk ik altijd... Ja, hier wordt gewerkt. Ja, en dat... Kon je hier ook zien. Heel fijn. Ja, maar dus, deze meneer die ons geholpen heeft, die had ook een hele vieze broek aan. Hele vieze broek. Hele vieze schoenen. Top. Nee. Dat is top. Ja. Werkmannen. Die zoeken wij. En de personeel bij de balie en zo. Heel vriendelijk.
Er had nog iemand een gat in zijn hoofd. Het was heel... Het was wel erg chaotisch, vond ik. Gewoon maar binnen wel... een kwartier hebben we alles gezien. Ja, die een had een gat in zijn hoofd, de ander... Ja, maar ja, wel fijn. Heel goed gevoel. Ja. Dus, nou... Ze gaan de stickers van het bedrijf waar wij de caravan gekocht hebben, gaan ze eraf halen. Ik zeg, plak er gelijk een mooi klerkstickertje op. Want ik wil er niks meer mee te maken ik hebben. Ook niet. Ik kan de naam niet eens meer zien. Wij hebben toen een keer op een camping gestaan. Er stond een meneer naast ons en die zei op een gegeven moment tegen ons... Ik kan niet naar jullie sticker kijken. Kunnen jullie misschien die disselhoes weghalen? Ja. Oh ja, de disselhoes. Die hebben wij weggegooid voor ja. die meneer. We waren er ook helemaal klaar mee. Nou ja, maar toen nu gaan wij die... zelf nog niet echt naar ervaring met hem. Want toen hadden wij alleen later, nog naar de later hebben wij hem hebben wij die weggegooid. Maar ja, die meneer die kreeg traumatische ervaringen op de camping van onze disselhoes. Kun je nagaan. Ja. Dus nu komen er mooie klerkstickertjes op. Daar zijn we al heel blij mee. Weg met die ellende. Ja, maar je kon ook zien van... kijk, de klerk is natuurlijk de hoofddealer van TAP. Ja. En je kon het ook wel zien. Er stonden heel veel Knaus caravans, campers. Maar ook Tabbert. Ik zag Tabbert caravan. Ja. Ja. Dus wat dat betreft kun je gewoon zien dat hun daar echt verstand van hebben. En bij de bedrijf waar we hem gekocht hebben, daar kun je misschien heel goed kopen. Maar onderhoud, ja, daar hoef je niet voor te bellen. Nee. En dat kon je ook zien aan ja, die werkplaats, ik weet niet. Het zag er allemaal te schoon uit. Te steriel. Steriel, ja. Je moet ook nooit je auto brengen naar het schone garagebedrijf. Je moet vieze mannetjes hebben. Nou. Ja. Wij gaan de vlog afsluiten. Ja. Ja, en trouwens, Engel, als je kijkt, ja. bedankt. Want namens jou zijn wij bij de klerk terecht gekomen. Het is een eindje rijden, maar wij hebben het voor over. Ja. Ja. En ook namens twee andere mensen, daar hebben we ook een keer mee op de camping gestaan in Zuid-Limburg. Die zeiden toen, die gaven ons toen de tip dat de klerk de hoofddealer was van TAP. Want ja. dat wisten wij toen ook ja. nog niet. Ja. Ja. En vanuit die... zijn we met hun gaan mailen ja. en hebben we gewoon zo... Nou, het contact, dat was zo goed, zo warm. En net stop. Ja. Nou, okay. Wij sluiten de vlog af. Wij hopen dat jullie genoten hebben. Nog even over de camping waar wij hebben gestaan. Ja. Ook super ja. gehad. Ja. Ja. We hebben het heerlijk gehad. Ja, zeer gastvrij. Lief, ja. Lieve mensen. Ilona bedankt. Am, ja. Wim, iedereen bedankt. Iedereen. Ja, we hebben genoten. Ja. Ook van een burrel... De burreltijd. Nou, ja. ik ben niet eens aan mijn woorden. Maar het was fantastisch. Ja, het is ja, gewoon het een speciaal echt... plekje geworden. Ja. Nou, we komen zeker terug natuurlijk. En ook met op de achtergrond. Kijk even, want ik zit er al de hele tijd tegenaan te kijken. Oh ja! Het gewei. Het gewei. Ja. Dat en ligt daar. Een aandenken aan camping, natuurcamping De Groene Daal. Zeker een tip. Als jullie echt dicht bij de natuur willen staan, ga naar natuurcamping De Groene Daal. Niet te veel mensen daar naartoe, want dan kunnen wij er zelf niet meer staan. Dus... Nee, het wordt veel te druk daar. We gaan we stoppen met reclame ja, maken voor De Groene Daal. Wij verklappen eigenlijk gewoon het mooiste plekje van Nederland nu. Ja. Jammer. Eigenlijk wel. Heel jammer. Nee. Nou ja. Maar nee, echt... ik gun het Ilona. Ja, dus dat doen zeker. We voor. Die gunnen we eigenlijk een groot camping vol met gasten. En, nee, ze hoeven er niet meer gasten erbij. Oh, nee. Een ingewikkeld verhaal. Ja, het is heel ingewikkeld. De kijkers denken nu, mogen we nu wel of niet heen? Niet. Wat is het nou? Nee, wel. Nou, oké, de helft. Niet allemaal. Niet allemaal tegelijk. Nou, oké, we gaan de vlog afsluiten. Ja. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken doen. Dank je mogen als je het leuk vond. En we zien jullie bij de volgende vlog. Doei! Doei!